Welkom bij Vier Culturen Weekeditie. Mijn naam is Arne Pesselsen. Ik zit hier nu aan tafel met Willem van Driel en Jacqueline. Over de klimaatmarkt gaan we praten. Kunnen jullie om te beginnen eens uitleggen, wat houdt de klimaatmarkt nou eigenlijk in? Nou, dat houdt heel wat in. Het is voor het eerst. Het is de eerste Dordtse klimaatmarkt. En wij hopen dat er zoveel mogelijk mensen komen, want er is er heel wat te doen, te zien en mee te maken. Wij willen op een laagdrempelige, op een leuke manier mensen laten kennismaken wat er allemaal te doen is in Dordrecht en de Drechtsteden op het gebied van duurzaamheid, gezonde leefstijl, maar zeker ook betaalbaar. Hoe kun je betaalbaar duurzaam leven? En dat is voor ons als klimaatcoalitie is dat heel belangrijk. En we willen het op een hele leuke manier doen. We hebben nu de gelegenheid om het tijdens de Klimaatweek te doen op zaterdag 16 november. Er zijn ook allerlei activiteiten voor kinderen. Er zijn een heleboel deelnemers. Ik kan zo wel een paar noemen. Maar er zijn ook activiteiten voor kinderen. Zelfs Sinterklaas komt langs met zijn duurzame mobiel. En voor kinderen is er ook van alles te beleven. Er is een zandbak, er is water, er zijn dieren. En voor zeg maar hun ouders, voor het volwassen publiek, zijn de pitjes, er zijn allerlei stands, kraampjes met allerlei diensten en goederen. Er is toneel, er is een modeshow, er is een speciale opening door onze wethouder Tanja de Jonge van Duurzaamheid. Maar daarover komt volgende week nog meer naar buiten. Kortom, er is van alles te doen. We willen het op een beetje een leuke manier toegankelijk maken voor mensen, dat het niet allemaal zo zwaar is en moeizaam en moeilijk, maar dat mensen op een mooie manier mee kennis kunnen maken. Ja. En wat wilt u echt bereiken dan met de klimaatmarkt? Nou, dat weet Willem, denk ik wel. Ja. Oh, weet ik dat. Dat is heel fijn. Dankjewel, Jacqueline. Wat willen wij ermee te bereiken? Jacqueline geeft aan het einde van het eerste brede betoog al aan dat we het laagdrempelig willen houden. En dat is dus vooral ook de mensen bewust maken dat de kleine druppeltjes al een grote verandering kunnen betekenen op die gloeiende plaat van klimaatverandering die er bijna niet meer te ontkennen gaande is. En kleine druppeltjes, dat zit hem in voedsel van dichtbij, elektrisch rijden, fietsen over de korte afstanden, et cetera. Gewoon de kleine dingen, dat het daar al mee begint. En daarvan hebben we dus een heel breed samengesteld aantal pakket van aanbiedingen, noem ik het maar. Ja, er zijn meer dan 40 deelnemers die iets laten zien, iets verkopen, iets een workshop geven, diensten laten zien. Je kunt er met kleren komen die hersteld worden. En er is ook, we willen ook vragen aan mensen of ze bijvoorbeeld speelgoed willen meenemen wat niet meer gebruikt wordt, wat wij weer kunnen doorgeven aan kinderen die dat goed kunnen gebruiken. Ja, en wat inspireerde u eigenlijk om dit echt te gaan organiseren? Nou, wij zijn al heel lang bezig als Klimaatcoalitie om diverse activiteiten te organiseren, om zeg maar de duurzaamheid, een andere manier van leven onder de aandacht te brengen. Omdat er moet natuurlijk veel gebeuren. En wij doen het op een vrij toegankelijke manier. We hebben klimaatlunches, we hebben klimaatborrels over thema's die mensen bezighouden, die leven in de stad. En op deze manier voor het eerst willen we eens een markt doen wat gewoon vrij toegankelijk is voor iedereen. En niet zeg maar alleen de mensen bereikt die er toch al mee bezig zijn. Ja. En wat betekent het klimaat persoonlijk dan voor jullie? Wat klimaat voor ons persoonlijk betekent? Ja. Nou, dat is wel een goede vraag die niet zo eenduidig te beantwoorden valt, uiteraard. Het is in feite gewoon je hele complete leefmilieu. En dat dat verandert, dat betekent dus ook wel dat je daarmee bezig bent voor de toekomst. We merken allemaal dat het warmer wordt. We zitten nu half november. Nou, ik geloof dat dit de eerste dag is dat ik een trui aan heb. Vorige week nog in de buitenlucht gekampeerd. Dus dat kan allemaal. En een jaar of 15 à 20 geleden kon dat nog niet, hoor.
Ja, dat. Ja. Voor mij is het meer, zeg maar, de overvloedigheid van allerlei spullen. Dan kan je zeggen, waarom ga je markt houden? Om allerlei spullen onder de aandacht te brengen. Maar het is ook het recyclen. Voor mij is het belangrijk voor het klimaat het recyclen. Dat je dus steeds de grondstoffen hergebruikt. En ook, want ik was een beetje kwets getriggerd door iemand uit Nederland, een student, die een idee had hoe je de afval in de oceanen kon aanpakken. Want er liggen bergen afval in de oceanen. Omdat die van niemand is, dropt iedereen gewoon maar van alles neer. En hij had een manier gevonden om effectief dat afval te verwijderen, want dat blijft daar maar liggen. En toen dacht ik, ja, het is overal is troep, zeg maar. En dat, daar moeten we ons meer bewust van zijn, wat we daarmee doen, hergebruiken. Maar niet zomaar dat die afvalberg maar enorm blijven groeien. Ja, en hoe hoop je dan echt de bezoekers ook daarmee te inspireren? Ja, daarom doen wij dat. En dat mensen ook zien van, oh, het kan ook, het is ook voor mij, iets voor mij waar ik mee bezig ben. En ik kan daar, want je kan daar ook gesprekken voeren. Er zijn mensen die tips geven. Er staat bijvoorbeeld ook voor dubbel glas, maar ook een moestenier. Die, wat je kunt doen met planten. Je kan planten ruilen tegenwoordig. Je hoeft ze niet altijd te kopen. En je kunt kennis nemen van hoe je dubbel glas staat er iemand van dubbel glas. De Drechtse Energie staat er om informatie te geven. En om eventueel wat spullen om je huis warmer te maken, zeg maar, en goedkoper. Want dat is voor ons een belangrijk punt, dat het goedkoop moet. Ja. En dat het niet alleen maar duur en voor de happy few is. Ja. En Willem, hoe belangrijk zijn samenwerkingen voor dit evenement? Nou, de samenwerking is sowieso belangrijk om het heel breed te trekken. Het is niet één thema, het is niet alleen de energie. Het is de mobiliteit, het is de voedsel. Het is eigenlijk alle kleine stukjes die meetellen. Om elkaar daar ook in mee te nemen en de kansen te laten zien en te geven. Ja. En wat zijn voor dan echt de hotspots die je echt zou moeten zien tijdens het evenement? Wat vindt u het leukste of het nuttigste? Wat in mijn ogen heel belangrijk is, is het item mobiliteit. En daarvoor zijn twee of drie verenigingen aanwezig. Als het gaat over deelmobiliteit, als het gaat over buurauto's en dergelijke. Daar zou ik bezoekers ook zeker over informatie over in laten winnen. En dat is wat mij betreft dan de hotspot. En wat is dan echt de doelgroep die jullie proberen aan te trekken? De doelgroep die we aan proberen te trekken is eigenlijk heel Dordrecht. Ja. Ja, iedereen. Zonder meer. Zonder, heb je ook verwachtingen voor leeftijden of denk je? Nee, het is voor jong en oud. En als je het gewoon leuk vindt om te komen, is ook goed. En wil je echt wat informatie halen, wat spullen bekijken, huren, ruilen, kopen, dat kan allemaal. Ja, en wat betekent het voor u dat ook echt de wethouder aanwezig wilt zijn bij dit evenement? Dat is heel belangrijk. Zij heeft dat in haar portefeuille ook. En voor haar is ook, voor de gemeente is het ook belangrijk, dat er steeds meer mensen bereikt worden. Op allerlei manieren. En, want niet iedereen gaat naar lezingen, is geïnteresseerd in bijeenkomsten. Maar die willen dat bijvoorbeeld op deze manier wat makkelijker met elkaar in contact komen. En ook een kopje koffie kunnen drinken, even wat eten. Want er zijn ook allerlei producten die je kan eten. Er zijn biologische producten. Zodat je daar op gewoon spelende wijze kennis mee kan maken. En voor de kinderen ondertussen is er ook van alles te doen. Ja. En dat het dus ook allemaal stands zijn van ondernemers dichtbij. Allemaal dots. Bloed in hun aderen. Ja, want waar, voor de geïnteresseerden, waar is het en welke datum, welk tijdstip? Het is zaterdag 16 november, dus aanstaande zaterdag over een week, 's middags van 1 tot 5. En het is in het MBO-onderwijsgebouw van Juverta. En Juverta is het vroegere landbouwschool, dat zegt de mensen misschien meer, aan de Noordendijk, Groene Zoom. Je kan met de fiets
vanuit de Noorderdijk erin. En met de auto aan de Groene Zoomkant, 398. Ja. Juvetta is een groene onderwijsinstelling. Met veel jongeren die al bezig zijn, ook met duurzaamheid, met klimaat. En die doen ook actief mee. Jongeren zijn er ook. En wij kunnen hun gebouw, die mogen gebruiken. Het is een groot gebouw, er is, je kunt er van alles doen. Het is het sowieso waard om dat terrein tijdens de markt eventjes te bezoeken. Want het wordt op het moment helemaal prachtig ingericht en het is bijna ook gereed. Dus, dat is heel fijn. Ja. Ook dat zij daaraan mee willen helpen natuurlijk. Ja, en dat kun je dan gelijk zien hoe dat geworden is. Of hoe dat wordt. En, want het wordt een heel mooi terrein. Het gebouw op zich is al heel goed om te zien, heel duurzaam gemaakt. En er wordt ook een rondleiding door het gebouw gegeven als mensen geïnteresseerd zijn. Waar degene, de conciërge daar, die vertelt wat ze daar doen in het gebouw. Wat voor les gegeven wordt. En, dus kortom, er is veel te zien, te doen en te leren. Ja. En Willem, moeten mensen zich dan ook echt aanmelden? Of kunnen ze zo even langskomen? Moet je geld betalen om mee te kunnen doen? Het is een gratis klimaatmarkt. Iedereen kan zo inlopen en langskomen. En over welk onderwerp hem of haar dan ook het meest aan lijkt te spreken, de informatie halen. En halen en brengen, vragen stellen. We proberen dat met de standhouders uiteraard te antwoorden. Ja, dus. En wat zijn dan echt de ambities ook van de Club Klimaatmarkt? Nou, dat mensen komen. Ja, maar ook bijvoorbeeld voor volgende jaren, hebben jullie dat al? Het is voor ons een experiment om dit te doen. En, maar zeker als het goed bezocht wordt en als we merken, er zal best dingen nog verbeterd kunnen worden, maar als we merken dat het aanslaat en dat mensen het weten te vinden, dan willen we dat zeker volgend jaar doen. Er is bijvoorbeeld ook een voetbalclub is aanwezig. Die doen ook steeds sport, doet ook steeds meer aan duurzaamheid. En GSC ODS. En die staan er ook om met de mensen in gesprek te gaan. Over hun voetbalclub. Okay. En over dus hun ervaring om het een beetje breed te trekken. Ook over hun ervaring als sportvereniging met verduurzaming. Ja. Dus best goed. En de wereldwinkel. We hoeven niet alles meer echt te veranderen. Althans, er moet wel veel veranderen. Maar heel veel mensen zijn zich inmiddels wel bewust van uitdagingen die er op ons pad liggen. Als het gaat over klimaat. Dus dat is echt wel aan het veranderen, het sentiment. En of dat goed of slecht is, dat laat ik in het midden. Maar mensen worden er al in meegenomen. En dat is heel belangrijk. En daar willen wij ook graag ons steentje aan bijdragen. Ja. En wat waren dan de grootste uitdagingen tijdens het organiseren van dit evenement? Nou, de grootste uitdaging is om deelnemers bij elkaar te krijgen. Die, met een grote variëteit. Want bijvoorbeeld deze keer doen ook de Groene Kerken mee. Want ook binnen de kerken is er een besef van we zijn een schepping en wij moeten daar goed voor zorgen. En dat gaat op deze manier niet goed. Dus de Groene Kerken zijn ook actief. En dat is zo mooi dat er van alles aanwezig is. En dat was voor ons heel belangrijk. Niet een klein groepje, maar er zijn wel over de 40 mensen, deelnemers, die iets te bieden hebben. En dat is wat ons betreft gelukt. En hoe kunnen mensen die dan zijn langs geweest zich misschien nog daarna nog er verbonden mee voelen? Is er erna nog iets dat nog met het klimaat te maken heeft? Of? Oh, dat zou heel mooi zijn. Mensen kunnen zich, want er hangen ook papieren. Je kan ook je mening ophangen, laat ik het zo zeggen. En als mensen kunnen ons aanspreken, want wij lopen rond. Herkenbaar van de Klimaatcoalitie. Mensen kunnen altijd dingen aan ons vragen. En als ze zich aan willen sluiten, of als ze zich bij een van de deelnemers iets mee willen doen, dan kan dat. Daar is die middag ook voor. Je kunt je overal voor opgeven. Ja, dank u wel, Jacqueline van den Berg en Willem van Driel, voor de uitleg over de klimaatmarkt in Dordrecht.
Via Cultura. Hart voor de media. Media met een hart.